Er zijn geen claims omtrent materiële schades. De slachtoffer van de aanrijding is gisteravond in Drenthe in hulpeloze toestand achtergelaten. Volgens de politie is de persoon aangereden door een auto, maar is de bestuurder daarvan doorgereden. Het slachtoffer is in hulpeloze toestand achtergelaten, maar over zijn toestand is niets bekend. De politie is op zoek naar de betrokken automobilist. En de grote wens van de ernstig zieke Maas uit Didam is uitgekomen. Een 3-jarig jongetje mocht voor een dag ervaren hoe het is om...